Oké, dames en heren, het Noord Festival praten we hier over het digitale rijbewijs van de autonomous rijdende auto. Geweldig, en ik zit hier met drie boeiende gasten. Geert Pater van het RDW en Frans Hamstra van het Noord. En even speaker Hans Stenstra van het MWLC. We gaan eens even praten over de stand van zaken van autonomous rijdende vehicle en ook wat we daar nou van moeten hebben. Even ter introductie. Ik zat in de rechtbank 3 maanden geleden en ik pleitte voor de rechter. Er moet een rijbewijs komen, een digitaal rijbewijs voor auto's. En als dat digitale rijbewijs geslaagd is, die auto, dan moet ik gewoon met mijn telefoon in die auto kunnen werken. Geert, hoe staat het ervoor? Wanneer kan ik dat nou eigenlijk krijgen? Nou, dat gaat nog wel even duren, Vincent. Om je gelijk maar. Maar de werking voor zo'n rijbewijs is wel onderweg. Ja. Net werd het gepresenteerd als het software rijbewijs of het S-rijbewijs. Ja. In werkelijkheid wordt het door de RDW het Vehicle Driving License Framework genoemd. En dat betekent dus inderdaad dat het voertuig een rijbewijs zou moeten halen. Ja. Maar voordat we dat echt kunnen toepassen, zal dat onderdeel moeten worden van de toelatingsprocessen waarmee voertuigen de weg op mogen. Ja, ja. Dus waar we nu heel druk aan werken, en dat gebeurt in Europa vooral, want Nederland volgt Europa. Europa volgt de UN, want dat wordt vooral wereldwijd gemaakt, die regelgeving. En daar wordt op dit moment druk gewerkt aan een nieuw proces van toelating. Ja. En in die nieuwe toelating wordt een voertuig dat zelf gaat rijden, dus waar de voertuigfabrikant rijdt en niet meer iemand die achter het stuur zit rijdt. Waar ik officieel geëxcuseerd ben, ik hoef niet meer hem in de gaten te houden. In dat nieuwe niveau zal die voertuigfabrikant ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen voor het rijgedrag, in plaats van dat hij hem overhevelt naar de bestuurder, zoals tot nu toe altijd nog het geval is. Ja, jouw auto... Mijn Tesla die zegt altijd, hou die handen aan het stuur, ik ben verantwoordelijk. Jouw auto heeft alleen maar rijhulpjes, Advanced Driver Assist Systems, ADAS. En die kunnen jou helpen en je veiligheid bedienen. Maar je moet er zelf bij blijven. Je moet je handjes aan het stuur houden. Je moet opletten. Ja. En Geert, jij bent voor het RDW onder andere verantwoordelijk voor het toelaten van al die vehicles en al die moderne nieuwe hulpjes van dingen. Hoe snel vind jij dat het gaat eigenlijk? Hoe slim vind je die tooltjes en hoe snel gaat er vooruitgang? Ja, nou, nuance. Ik ben niet verantwoordelijk voor de toelating. Oh nee. Ik ben verantwoordelijk namens Nederland om de vertegenwoordiging in Brussel en in Genève te doen voor nieuwe regels. En Jij was ooit eerste Tesla kreeg, zeg maar. Was jij daar nog heel erg mee bezig. Toen hebben we elkaar leren kennen. Ja, was ik mee bezig, maar er waren collega's natuurlijk die de verantwoordelijkheid hadden. Oh ja, heel mooi. Ja. Oké, Hans, jij bent. We hebben nu zo'n experimenteerwet in Nederland. Dus voordat de toekomst hier is, hebben we de experimenteerwet. Jij hebt daar nu net een verzoek ingediend. Wat doet jouw bedrijf en wat voor verzoek heb je ingediend? Mijn bedrijf, MWLC, gebaseerd in Utrecht, in essentie is een softwareontwikkelaar. We houden ons bezig met software voor autonoom rijden. En wij zijn nu op een punt dat we via een aantal demonstraties hebben laten zien dat die software werkt. En wij willen naar de volgende stap. En die volgende stap voor ons is publieke weg. We rijden ook met andere soorten voertuigen op afgesloten terreinen. Een beetje zoals nu hier buiten zo, met allemaal hier buiten, eromheen. Er staat bij ons een robot. We werken met een fabrikant aan het autonoom maken daarvan. Maar dat is een afgesloten terrein. Dat is allemaal iets makkelijker. Ja. We willen via de experimenteerwet toegang krijgen tot experimenteren op de openbare weg. Omdat wij daar grote toepassingen en een goede business case voor de inzet van onze voertuigen. Wat voor soort voertuig is dat? Is dat 120 km per uur of is het 5 km per uur? Waar zit het ergens? Wij praten over wandelsnelheid, voertuig op wandelsnelheid, dus typisch 5 km per uur. Heeft een aantal voordelen in verband met veiligheid, maar werkt ook goed in combinatie met een business case waar je vracht vervoert in landelijke omgevingen. Daar kun je een winstgevend model van maken als je netwerken van dit soort kleine voertuigen inzet. Ja, wat ga je doen? Wat voor een soort boodschappen ga je thuis bezorgen bij mij? Nou, het is met name een business-to-business propositie. Dus we gaan geen boodschappen aan de deur bezorgen op dit moment. Maar wat we gaan doen is met ondernemers hun vrachtvervoer overnemen. Oké, wat is het eerste project? Het eerste project waarvoor deze vergunning nu aangevraagd wordt, gaat spelen op Ameland. Waar wij tussen twee sites van een ondernemer bevroren producten gaan vervoeren. Oké. Ja.
En dat is hoeveel keer gaat dat heen en weer per dag? Nou, het gaat over een route van 10 kilometer tussen de twee gebouwen van deze ondernemer. En dat gaan we vermoedelijk een aantal keren per dag doen. Oké, okay. Wanneer moet het rijden? Nou, zo snel mogelijk. Wij zijn er klaar voor met de technologie. Dus, ja, je hebt de vergunning aangevraagd, dus hoe lang denk je dat duurt? Wat denk jij, Geert? Hoe heeft hij dat aangevraagd? Maandje? Twee maandjes? Nee, ik ga geen uitspraak over de timing doen, want het is helemaal gebaseerd op... Maar je kent dat soort processen. Duurt of duurt dat maanden of duurt dat weken? Nou ja, afhankelijk van de complexiteit is het weken en maanden. Maar er wordt nu een stevig risk assessment gedaan. Hè. Dit is de aanzet tot een risk assessment. Ja. Risico in kaart brengen. Ja. En op het moment dat RW en de andere partijen die hierin meedoen een positief advies geven, dan kan de minister zeggen, akkoord. Okay. Doe maar deze proef. Cora, ik ben heel benieuwd. Wij rekenen ook op maanden. Dus. Maanden, ja. En Frans, dit gebeurde maar even mooi op Ed North, hè, van... heb jij een verklaring waarom het RDW dan samenwerkt met Groningen? En Groningen die subsidieert dan zo'n S-rijbewijs. Hoe zit dat hier in Noorwegen? Hoe zit dat hier in het noorden in elkaar? Ja, wij zijn goed in dingen doen, Vincent. En wij praten er niet heel lang over. Wij gaan het regelen. En, ja, dat hoor ik vaak van die Noorderlingen. Ja. Nou ja, en wat hier ook is, er is hier gewoon een concrete behoefte. En er is ook een urgentie. Wij zoeken naar mogelijkheden om die goederen, hè, wat Hans ook net zegt, in het buitengebied op een verantwoorde en een efficiënte manier te regelen. En dat betekent dat autonoom vervoer daar een bijdrage kan leveren. Onze intensiteit van goederen en ook van mensenvervoer is veel kleiner. Ja. Dus dan kom je al gauw op een vervoer zonder chauffeur. Vooral in die haarvaten van ons gebied. Ja, het is makkelijker met vracht dan met personen. Ja, zeker. Dan is iedereen altijd een beetje relaxter en zo. Ja. Dus het risico daarvan is minder. Maar je kunt wel heel veel meters, echt letterlijk kilometers maken om dingen te leren. Om vervolgens die stap naar passagiers te maken. Dus wij zien in dit project een fantastische opstap om vooral weer te leren. En daarmee weer verder op te schalen richting grotere projecten, langere, snellere projecten. Maar ook weer eventueel met passagiers. Met leuk dat het hier op het festival de aanvraag gedaan is. Jij denkt in maanden nu, zeg je nou, dat ik denk in maanden. Ik wil ook even inspringen op wat Frans zei. Want kijk, er is natuurlijk heel veel aandacht voor autonoom personenvervoer. Maar autonoom vrachtvervoer heeft ook wel complexiteit. In misschien een ander soort complexiteit. Maar wat wij in het vergunningproces proberen te achterhalen is eigenlijk de randvoorwaarden waarbinnen wij kunnen opereren met verschillende soorten vrachtvervoer. Dat is belangrijk voor ons. Maar wij gaan realistisch gezien en gebaseerd op de gesprekken die we gevoerd hebben met RDW wel uit van een proces van maanden in plaats van weken. En je bent dus de guinea pig van wetgeving en processen die ingeregeld moeten worden. Dus het zal een heel gedoe zijn. Hoe word jij betaald? Wat is jouw businessmodel? Hoe lang hou jij het uit, zeg maar... Dat is een hele goede vraag. Wij zijn een start-up, dus wij financieren ons op dit moment zelf. En de uitdaging voor ons is dat duidelijkheid over deze toepassing van deze wet heel veel invloed heeft op de mogelijkheden voor ons om financiering te zoeken. Dus dat hangt nauw met elkaar samen. Dus als dit proces snel gaat, dan vinden wij denk ik ook sneller investeringsgelden op de markt. Omdat dan de markt gerealiseerd wordt. Maar als je gecertificeerd bent, dan kun je veel makkelijker geld ophalen dan... Precies. Nou, het is inderdaad, dat is helemaal waar. Ja. Geert... Als je nou ziet, we zagen enerzijds zeg maar dat mooie S-rijbewijs met en het aardige van het S-rijbewijs die zei: wij vinden dat de auto ongeveer net zo moet rijden als een 18-jarige jongere. Die als een 18-jarige jongere zo rijdt, die dan ongeveer 3 tot 4 keer zo slecht rijdt als een ervaren rijder, dan moet een auto ook mogen rijden. Wat vind je van dat standpunt? Ja, realistisch. Oh, ja. Nou, als je voorstelt hoe rijgedrag nu al heel erg menselijk wordt bepaald. Ja, er is een minimum eis, je moet 18 zijn. Ja. Daar gaan we vanuit dat je al enige volwassenheid hebt en daardoor in staat bent om verantwoordelijkheid te nemen voor rijden. Ja. Maar rijden moet je leren en ervarener word je pas later. Dus de voertuigen die nu altijd nog maar heel beperkt, hè, want ze kunnen maar een paar functies, daar zouden kunnen rijden. Ja, dat zijn kinderen van een paar jaar die achter het stuur zitten. Dus dat moet zich ontwikkelen. Ja. En het is juist, deze experimenteerwet is er juist voor gevonden om de gelegenheid te geven dat leren vermogen te gaan ontwikkelen en ervaring op te doen. Ja. En daarom zijn er ook, met een mooi woord, mitigerende maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de risico's voor iets met de omgeving of een gebeuren met een persoon
niet kunnen gebeuren. Oké, nou, dit is even de stand van zaken rondom het rijbewijs, rondom het tandemers rijden. We zijn er lang niet. Hij is op een 8-jarige leeftijd. Het duurt nog 10 jaar voordat we er zijn. Ik vind altijd degenen die in de regelgeving zijn en in Nederland zijn altijd voorzichtig. Er zijn gelukkig ook allemaal start-ups in het buitenland die veel sneller gaan. De boeiende samenwerking daarmee zien we hier even bij elkaar. Dank jullie wel, heren, voor jullie komst. En dan gaan we nu weer verder met de trein. Applaus voor het publiek.